De landgraafse Guido Dieteren schittert sinds afgelopen weekend in Amerikaanse woonkamers. De concerten van The Maestro en The European Pop Orchestra, die onder andere in Kerkrade werden opgenomen, zijn te zien op de nationale zenders in de Verenigde Staten. De belangstelling vanuit Amerika groeide de afgelopen jaren sterk. Ja, we kregen heel veel vragen uit Amerika. 10% van onze YouTube-kliks. We hebben een YouTube-kanaal, ze hebben flink gebouwd in de coronatijd. En dat ging plotseling van 5000 abonnees naar 201.000 vandaag, geloof ik. En toen was 10% van de kliks, was Amerika, miljoenen kliks dus uit Amerika. En daarom zijn we weer contact gaan zoeken met de publieke tv in Amerika. Die vonden onze shows zo cool en zo goed. En die hebben ons contract aangeboden voor 6 tv-specials op de Amerikaanse tv, waar nu de eerste van draait op dit moment. En daar zijn we heel trots op natuurlijk, dat onze Parkstadregio hier, Zuid-Limburg, dat die ook natuurlijk in Amerika op tv is. Dat is een kindje, hè? Is zoiets. De reacties waren eigenlijk beter nog dan we in Nederland hebben. In Nederland hebben we heel enthousiast publiek. Maar Amerika, het dak ging helemaal eraf. Dus we waren een beetje flabbergasted, zoals ze zeggen, over alle goede publieksreacties. Guido werkt onder andere samen met zijn vrouw, zangeres Wendy Koekelkoren. Hun kinderen kregen de muzikale genen mee en zijn ook te zien in de show. Waar ik ook heel trots op ben, onze kinderen stonden ook op het podium. Annabelle en Emma Sophie, en ja, ze hebben het fantastisch gedaan. Dus dan wilden de Amerikanen ook absoluut in beeld hebben. Zeggen ze, A Little House on the Prairie, een beetje Sound of Music gevoel. Daar houden ze van, dus dat wordt allemaal uitgezonden. Dames en heren, Emma Sophie! Het is altijd bij ons balans, iedere uitzending, tussen kippenvel en feest. En tussen ja, klassiek, pop, rock en zelfs dance. Die mix, dat spreekt gewoon hele families aan. Voor de jaarlijkse concerten op de Markt in Kerkrade heeft de gemeente in totaal 6 ton gesubsidieerd. De gemeente gaat nu evalueren of de kosten hebben opgewogen tegen de opbrengst en beslist daarna of de subsidie weer wordt verstrekt. Maar daar maakt Guido zich geen zorgen om. Nou, ik maak niet muziek om subsidie, maar muziek om mensen blij te maken. Maar wanneer je weet dat een gemeente Kerkrade er 100.000 euro instopt, daarvoor huren we ook dit pand terug bij de gemeente. En dan gaat de 100.000 euro ook naar alle omliggende partijen die meedoen aan deze special. Dus het is eigenlijk verkapte subsidie voor de hele omgeving. En waar de branding van miljoenen per jaar, want dat wordt echt in de hele wereld uitgezonden, ja, dat krijgt de gemeente gratis. Dus ik maak me nooit zorgen om subsidies. Ze zouden eigenlijk gek zijn wanneer ze niet doorgaan met ons, maar we zien het wel. Stel, ze zouden toch zeggen van we verstrekken die subsidie niet meer. Wat gaat u dan doen? Dan ga ik lekker door met muziek maken, want de steden staan in de rij.